Mag ik er iets bij zeggen? Zeker. Dan leid ik het even in. Het gaat, dames en heren, om een complete voetballer. Hem zijn emoties niet vreemd. Hij beschikt over een voortreffelijke paas. Hij speelde op topniveau in Duitsland, Bayern München en in Engeland. Zijn 17e al stond hij in het eerste van ADO, Den Haag. En sinds enige tijd is hij terug op het nest, FC Den Haag. Hij is 30 jaar oud. Het is Martin Jol. Je wou nog iets zeggen tegen hem? Nou nee, ik ben eigenlijk van voor zijn tijd. Ik kom uit Den Haag. En ik was zelfs al in de oorlog supporter van ADO. Want toen stond Willem Koek geloof ik nog in het doel. In het doel, dat was heel lang geleden. Ik heb hem niet meegemaakt, maar als oud-Hagenaar gun ik het er van harte. Nogmaals, Martin, fantastisch. Gefeliciteerd. Martin, een onderscheiding. De voorzitter heeft een heel aantal, groot aantal clubs opgenoemd waar je gespeeld hebt. Je bent eigenlijk teruggegaan naar de eerste divisie. Heb je dat als een teruggang ervaren? FC Den Haag op een lager niveau? Ja, in eerste instantie wel natuurlijk, maar... Iedereen ziet nu dat FC Den Haag weer een club is waar rekening mee gehouden moet worden. En ik hoop dat dat volgend seizoen zich doorzet. En dat we in de Eredivisie ook ons gezicht kunnen laten zien. Ja. Jij bent de beste speler van de Eerste Divisie. Zij hebben je gekozen. Hier is de microfoon. Nou, ik zou iedereen hartstikke willen bedanken die zijn stem op mij uitgebracht heeft. Vooral ook zou ik mijn ploeggenoten willen bedanken die het toch mogelijk hebben gemaakt dat ik die prijs heb gekregen. Want alleen kun je het nooit doen in een elftal. Hartstikke bedankt. Martin Jol. Take our time.